radio van Domine Festina. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laus tibi, Domine, rex aeterne gloriae. Audi beni nostras preces cum fletibus in hoc sacro iegonio fossas quadragenario scrutator alme laudem tobi nominis conferme delam languidis. Si corpus extra poteri dona per abstinentia iunet pot Sacerdos in eternum secundum ordinem melchisedec. Dominus ad extis tuis. Opus ad in tie ir suri vi.
erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Affereunt nobis, dies feritent sibi, ad redimenda peccata, ad salvandas animas. Commendemus nos met ipsos in multa patientia, in eoniis multis per arma justitiae. Beatus virquit imet Dominum, in mandatis eius copit nimis. Potens in terra et semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria et officie in domo Deus, et justitia eius valet in saeculum saeculi. Christus passus est pro vobis
unsere linken sechs ut sequamini vestigia eius. Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus et oritius. Qui cum maledicetur non remaledicebat, cum pateretur non cominabat, commendabat autem justi judicanti. Ut peccatis mortum justitiae viveremus. Hoius ni fore sanati estis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et sanguine redemit sinos, auxilia uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen in Korinthe. De hardlopers in het stadion lopen allen, maar slechts één wint de wedstrijd. Loop zo dat je wint. En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Thank you.
in cielo. Et orante. Iam mons omnios Ancile sole.
et cenim ex hoc beata medicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est. Et sanctum nomen Deus. Et misericordia eos in progenies et progenies dimentibus eum. Feci potentia in brachio suo dispersi superbos mente cordis sui deposo vit potentes de sede et exalta vit homines Iesu orientes in plevit homines et invites dimis it in amas socepi Israel poverum suo recordatus misericordiae sic ut locutus est fat patres nostros Abraham et semini eius in saecula gloria Patri et Filio et Spirito Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Dixit autem, Pater ad servos suos, citum profetis toda prima, et indovite illo, et date manulum in manu eius, et calcea Brengen wij dank aan Christus de Heer die gekomen is om te dienen en goed te zijn voor allen. Vragen we hem nederig en vol vertrouwen. Heer, bezoek uw volk. Heer, help de bisschoppen en priesters van uw kerk, die delen in uw zending als hoofd en herder, dat zij alle mensen door u tot de Vader brengen. Heer, bezoek uw volk. Laat uw engel allen begeleiden die op reis zijn. Bescherm hen tegen ieder gevaar naar lichaam en ziel. Heer, bezoek uw volk. Gij zijt gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Leer ons elkaar te dienen in navolging van u. Heer, bezoek uw volk. Maak dat waar ook ter wereld de mensen elkaar helpen, dat zij met uw hulp een hechte gemeenschap vormen. Heer, bezoek uw volk. Wees barmhartig voor allen die gestorven zijn. Leid hen naar het licht van uw aanschijn. Heer, bezoek uw volk. Wij gedenken vandaag frater Godfried, frater Adam, zuster Hadewigis,
zuster Juliana, meester Franco, proost van de Sint-Gertrudiskerk in Leuven, overleden in 1230. Jean de Châtillon, abt van Prémontré, overleden in 1340. Jan van Turnhout, priester van onze abdij. Diederik, lekenbroeder van Sint-Michiel in Antwerpen. Bernardus Brielmans, alias van den Briel, uit Koersel, pastoor in Balen, overleden in 1633. En broeder Michael Soenen uit Rumbeke, missionaris in Brazilië, overleden in 1929. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. God, grote dingen brengt gij tot stand door uw woord, verzoening voor alle mensen. Wij vragen dat uw volk zich met oprechte toewijding en blij geloof op het komend paasfeest voorbereidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gedenk onze lieve vrouw van het heilig hart, al het wonderbare dat de Heer voor u heeft gedaan. Als de gezegende onder de vrouwen en moeder van Jezus, hebt gij hem trouw gediend tot onder het kruis. Hij liet u delen in zijn heerlijkheid en gaf u macht op zijn hart. Bied hem onze lofprijzing aan en onze dank. Geleid alle mensen naar de bron van levend water dat uit zijn zijde is gevloeid. Verkrijg voor de wereld hoop en vrede, barmhartigheid en heil. Luister nu ook naar ons gebed en zie neer op ons vertrouwen. Help ons te leven zoals Gij in de liefde van uw Zoon, opdat zijn rijk komen en toont dat Gij onze moeder zijt. Amen. Onze lieve vrouw van het heilig hart, bid voor ons.